Mercedes introduceerde afgelopen jaar tijdens de wintertest hun nieuwste uitvinding, namelijk het DAS-systeem. Nu het seizoen erop zit, wordt de balans opgemaakt en teruggekeken of het daadwerkelijk nut heeft gehad. Nou, volgens technisch directeur van Mercedes, James Allison, had er veel meer uit het systeem gehaald kunnen worden, maar zouden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het te moeilijk vinden om goed te gebruiken. DAS heeft bijna alles gedaan waar we op gehoopt hadden, vertelt Allison tegenover Automotor und Sport. Eigenlijk hadden we het nog veel meer willen gebruiken. Van bocht naar bocht en van nieuwe naar oude banden. Uiteindelijk bleek dat de coureurs het systeem niet zo makkelijk konden gebruiken als controlemechanisme. Het werd geen tweede natuur voor ze, zoals het sturen naar links of rechts. Het is zonde dat we niet het meeste uit hebben kunnen halen en dat het voor volgend jaar verboden is. We snappen wel dat het heel erg zelfdestructief was geweest om de rest van de grid te forceren om dit ook te ontwikkelen. Zo besluit Allison. En Helmut Marko die ontkent dat er in Abu Dhabi al een knoop was doorgehakt over de aanstelling van Sergio Perez. Volgens de Red Bull adviseur was er dat weekend wel een foto gemaakt voor het geval dat. Een Formule 1 journalist die in hetzelfde hotel verbleef in Abu Dhabi bevestigde namelijk dat de foto daar was gemaakt. En daarnaast droeg Perez op deze foto exact dezelfde outfit toen hij van helm wisselde met Sebastian Vettel. Dit was vooral opvallend omdat het team benadrukte dat ze in Abu Dhabi nog geen knopen doorgehakt hadden. Er is wel echt detectivewerk verricht, lag Marko als Motorsport Totaal hem de foto voorlegt en de adviseur erop wijst dat de foto in Abu Dhabi gemaakt is. Een foto heeft niets te maken met het tekenen van een contract. Het was een sociaal bezoekje. De Oostenrijker benadrukt dat de foto niets betekent. Toen die foto gemaakt werd, stond er nog niets 100% vast. We namen die foto alleen voor het geval we de deal wel rond zouden krijgen, legde hij uit. Tegenwoordig zijn elektronische handtekeningen ook een ding, plus ik draag een dikke jas, dus het had net zo goed in het verre noorden kunnen zijn. De Red Bull adviseur kan wel lachen om het voorval. Perez droeg hetzelfde shirt als toen hij van helm wisselde met Vettel en dat verraadde ons meer dan dat het gordijn deed. Nee, maar ik weet niet meer precies wanneer het was. Het was een heel gek weekend. We hadden nu simpelweg de kans, omdat we het hotel toch niet uit mochten, vanwege de coronamaatregelen. Aldus Helmut Marko. En goed, dat was hem dan, een nieuwe GP Fans Nieuws Special. Vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!